Hoi, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en we zijn ondertussen aangekomen op de Omhorst. En hier is dus Veggie Fair. En dit is tussen de appels en de perenbomen. En ik weet niet of je de vlog van vorig jaar hebt gezien, maar daar kan je het ook zien. En dit is toevallig een. Alle perenbomen. Ja, heel erg cool, want het is nu ook plukseizoen. Dus lekker eten en lekker fruit. Dat willen mensen nog meer. Goeie combi toch? Hey, hoe lang ben je bezig? We zijn nu anderhalf jaar bezig. Hey, en hoezo ben je hier op dit idee? Want je zegt je bent zelf vegan. Hoe lang ben je vegan? Heel leven veganist. Oh, heel leven al. Ik ben opgevoed als veganist. Broers en zussen moesten ook allemaal veganist. Nee, op de oudste na. Wij hebben nooit met mijn hoed. Het was altijd, nou we doen het niet. Omdat het is zielig, het is dood, het is gezonder, het is een beetje moeilijk. Ja. Dus dat was eigenlijk en dan zelf de keuze. Nou, ik vond het prima, maar ik miste wat. Dus ik denk, nou, dan ga ik het zelf doen. Cool. Hey, en je bent 2 jaar geleden gestart, of 1 jaar geleden gestart? 1 jaar ongeveer, ja. Op 2016. Hey, en waar kunnen mensen jou vinden? Behalve op de website? Nou, op onze website inderdaad. Daarnaast hebben we ook gewoon nieuwsgrond. Het beste is al niet mee om op onze website te kijken wat de huidige verkooppunten zijn. Want dat is het bekend eigenlijk bij Vegabond. Bij de Vegabond in Amsterdam. Daar zijn de donuts bij begonnen en daar zijn ze eigenlijk ook het meest bekend. Maar dat wordt steeds meer. Super, want ik zie ook taarten. Zijn jullie daar nu ook mee bezig? Ja, zeker. Ook al een hele tijd. Ik ben begonnen op 15e, denk ik, ongeveer met de taart. En ik wilde gewoon een verjaardagstaart. Ik dacht, ik wil ook taart, maar niet die ene met ei erin. Dus ik denk, ga ik het zelf doen. Super, bedankt. Ja, super. Alrighty. Planning om het gezond te starten is mislukt. Waarom ben je Safe Movement gestart hier in Nederland? Wanneer? Vroeger dit jaar. Ja? Maart, hè? Ja, we hebben sindsdien hebben we 4 of 5. Ik denk 5 wat ik langs heb zien komen. Ja, best wel veel. We hebben een bokstel en die willen we gaan uitbreiden. Ook groepjes op andere plekken gaan beginnen. En we zijn ook een stichting aan het oprichten. Dus het gaat allemaal goed. En waar kunnen mensen zich aanmelden als ze mee willen doen? Hier. Safe Movement the Netherlands, zo heet onze Facebookpagina ook. Ja. Dus daar vind je alle informatie over de Safe Movement in Nederland, wat we hier doen. Ja. En de algemene pagina is gewoon thesafemovement.org. Yes. Dus top. Lekker zijn vind je alles over ons. Dankjewel. Kan je er wat over vertellen? Wil je er wat over vertellen? Ja, het is een vruchtenslag. Ja. Dat zijn natuurlijk vegan, natuurlijk ook, want het is ongeveer niet staan. Ja. En we proberen echt een basiscollectie, hebben we er nu neergezet. We zijn pas net op de markt, een paar maanden. En we willen super transparant zijn. We geloven in de eenvoud. We geloven dat je niet 100 producten hebt nodig hebt voor je huid. Dat je een pukkeltje hebt, een mee-eter, dat je een crème voet. Gewoon een goede facecream is voldoende. En het belangrijkste is dus eten. Goede gezondheid. Eco menu. Het Eco menu. We zijn verbonden aan Eco Plaza. En iedereen kent waarschijnlijk Hello Fresh wel. Ja. Wij doen eigenlijk hetzelfde. Fresh en die zijn wij 100% biologisch. Ja. Er zijn allerlei verschillende menus die je kunt kiezen. We hebben zelfs sinds kort een veganistisch menu.
pittige gyros, dus ik ga heerlijk stinken. Met van alles en nog wat, lekker. Nou, we zijn hier met Animal Rights en Plant Power. En ik loop stage bij Plant Power. En dat is dus een dochterorganisatie van Animal Rights. En wat we eigenlijk doen is we proberen mensen bewust te maken van plantaardige voeding en van de voordelen daarvan. En dat doen we onder andere door brochures uit te delen. En we hebben nu speciaal dit magazine, ook voor Veggie Fair. Daar zit ook het programmaboekje in van Veggie Fair en ook informatie over plantaardige voeding om mensen bewust te maken van de voordelen daarvan. Top, dankjewel. Oh, en check uit haar kanaal. Met 12 en 3. Ja. We gaan gewoon vast. Oh ja. Ja, deze is in ieder geval goed. Heb je toch bij? Oké, dus Root Health is 10 jaar geleden door Melanie Barnard opgezet. Ja. In Putney. Dus we zijn gebaseerd in Londen, maar 2 jaar geleden zijn we naar Nederland gekomen. En nu zijn we verkrijgbaar in Albert Heijn. En ja, Nick en Camille wilden eigenlijk producten maken dat gezond eten toegankelijk voor iedereen maakt. En geen geraffineerde ingrediënten, geen rotzooi, alleen maar puur en natuurlijk. Ja. Dus in ons product kan je alleen ingrediënten vinden. Dat je in je eigen keuken kan vinden, dat je kan lezen. Dus ja, daar is het hele ding op gebaseerd. Super. En dan, ja. Leuk, dank je. Glycosi en uit België. Ja. En uit Sri Lanka. We gaan er ieder jaar naartoe. We ontwikkelen producten samen met die mensen. En we kopen ook een aantal standaard producten van hen. En het is eigenlijk een heel goed idee, omdat het mensen werk heeft in Sri Lanka. En ze worden afhankelijk van de olifanten als leverancier van brandstoffen. En op die manier voelen ze zich verplicht. Te zorgen voor de olifanten. Cool. En het proces zelf is eigenlijk een heel logisch proces, omdat olifanten alleen maar tak eten. En die verteren heel weinig. Je hebt minder maagzappen dan mensen bijvoorbeeld. En ze eten ook heel veel. Dus er is er genoeg van. En dus wat er overblijft van de uitwerpselen na het koken en drogen, zijn enkel vezels, lange sterke vezels. En die worden vermengd met water en wat oud papier voor de binding. En daarvan wordt dan opnieuw papier handgeschreven. Leuk. Ik heb een bekend hoofd tegengekomen. Hallo! Ben je er ook op of ben je er niet op? Met vriend! Oh, kijk eventjes de kanaal. Ik zal een linkje beneden doen. Berbeke, met 3 E's op het eind. Sorry, ik weet het. Ik heb het verzonnen toen ik 14 was. En toen leek het een heel goed idee. Is het nog steeds een goed idee? Dus check eruit. En ze gaat als het goed is nieuwe video's maken. Ja, elke week een video. Hou me eraan. Ik ga het doen. Hey, hoe lang geleden ben je gestart? 3 jaar geleden. Maar ik heb zeker 20 jaar geleden ook gestaan met crepes. Mm-hmm. Op de parade onderhand. Mm-hmm. En tot 3 jaar geleden zijn we weer opgestart met veganistische crepes. Maar ben je zelf ook vegan? Yes. En mag ik vragen hoe lang? Ik denk bijna 3 jaar, 4 jaar, ja, zoiets. Leuk. Compleet mobiel, altijd op allerlei events. We hebben geen vaste stek, geen vaste plaats. Dus wij op karretjes, hè, overal naartoe. En meestal wel vegan, maar op uitnodiging ook op besloten feesten. Maar uitsluitend vegan. Super, leuk, dankjewel. Oeh, dat ruikt lekker. Hey, ik ben samen met Christine. Ik ga maar rechtop staan. Maar jij bent degene die het georganiseerd heeft, dit hele spektakel. Ja. Hoeveelste keer is dit nu? 5e, dus 5e jaar. Vijfde jaar? Ja. Dus ik ken je al 3 jaar?
Ken ik er 3 jaar? Twee jaar. Dit is langer. De derde keer dat ik er ben. Het voelt echt serieus langer. Ik denk al 4, 5. Ik denk dat wij elkaar langer kennen. Je hoort in mijn leven. Oh, ik hoor wel in. Oh. Maar goed, volgend jaar weer? Dat is wel de bedoeling. Volgend jaar komen er ook evenementen bij. Oeh! En wat natuurlijk in de Fetchy Fair veranderd is. Dus Fetchy Fair is vegan geworden sinds dit jaar volledig. Yes. En volgend jaar komt er nog een groes bij. Dat zal een vegenement worden. Vegenement gaat anders heten. En het jaarbeurs gaat natuurlijk weer terug. En Rotterdam komt erbij. Yay. Kom je allemaal? Ik ga mijn best doen. Jij ook? Ga je ook? Ga je hoge hakken kopen? Zullen wij even hakken gaan kopen? Even hakken. Het lijkt me leuk om hakken in die plassen te gaan doen. En dan stampen. Heeft jullie al verteld over het weer? We hebben een mooie bak regen gehad. Ik heb de wallen onder. Ik zie hier nu bij jou in je camera de wallen onder. Mijn camera is niet heel flatterend vandaag. Nee, ik zie het. Hi. Dankjewel voor de visit. Sluit ook al. Ja, ik ga zo omruimen. Zo, ik ga naar huis. Het feest is voorbij. En ik heb gewoon veel te veel gegeten. Dus de Fetchy Crew sla ik helaas dit jaar over. Ja, het was wel weer ontzettend leuk. Het was wel weer ontzettend nat. Dus ik hoop dat ik zo direct mijn auto uit de blub kan krijgen. En nou, dat gaan we zo direct zien. Het volgende evenement door Vegenement georganiseerd is 28, 29 oktober. En voor de YouTubers onder ons en de bloggers onder ons die dit toevallig kijken. Je kan €50 winnen van Vegalife. Dus misschien een paar nieuwe schoenen. Of in elk geval de start-up van een paar nieuwe schoenen. Met €50 kan je redelijk veel bereiken. Dus ik wil dat wel winnen. Ja, lijkt me leuk. Heb je vragen, opmerkingen of andere dingen, laat het natuurlijk weer beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video. Hi!